Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Adelantado. Het is weekend, het is Adelantado weekend. En dan zou je denken, hé, Digo. Je uploadt dit om 5 uur 's middags? Dit is de derde video van vandaag? Ja, zeker. Dit is inderdaad de derde video van vandaag. Want zoals ik net al zei, Adelantado weekend. Dat betekent dat wij gewoon het hele weekend Adelantado uploaden. Of in ieder geval, wat normaal 2 afleveringen van 1 chapter zou zijn. Wordt nu dus gewoon ook nog steeds 2 afleveringen van 1 chapter. Maar dan in 2 dagen tijd. In plaats van de normale 3. Want meestal upload ik niet hetzelfde de dag nadat ik iets heb geüpload. Maar in ieder geval, welkom bij Adelantado Weekend. Morgen komt ook een deel online om 5 uur. Gewoon puur om jullie een soort beloning te geven voor alle support. Ja, want woensdag was gewoon de topdag. TG Podcast, 7 Days to Die. Echt 200 TikTok likes. Dus je kunt maar niet bekijken. Ja, ik ben ook nog eens geslaagd ook. En TG Classic, helemaal top. Dus weet je, ik ga jullie gewoon lekker belonen met een lekker Adelantado weekend. In ieder geval, laten we gewoon maar lekker beginnen. Chapter 5, dus dat is ook het eerste. Dan is het eerst klaar van part 1. Dus dat is helemaal mooi, dat we dat gewoon lekker in 1 weekend doen. Hebben jullie weer lekker wat te kijken, vooral lekker tijdens het avondeten. Of 5 uur, weet je wel. In ieder geval, ik eet meestal rond 5 uur, half 5 zelfs nog. Sind 200 goals, 7 survivors en discover territory. Ik ben lekker helemaal hyped voor deze ding. Mijn ventilator, mijn maatje, die staat ook echt op standje, rood. Dus dat betekent dat die wordt blaast. Ik hoop niet dat je het hoort. Nou ja, waarschijnlijk over mij hoor je dat ding inderdaad niet. Maar goh, ik zweem met de tyfus aan. Het is weer bloed en bloed benauwd. En toch ben ik hier aan het strijden om video's voor jullie te maken. Godverdomme. Nee, maar iedereen echt ontzettend bedankt voor alle support. Het meent heel veel voor me en ik ben echt blij dat er zoveel support is. Het is ook een tijdje geleden dat we Adelantado hadden geüpload. Dus ja, als het goed is vorig weekend en maandag dan, zoiets. Ja, een tijdje geleden. En ik zou je wel vertellen, ik heb een paar video's op stok staan, om het even zo te zeggen. Oh wacht, doe dat nog maar even niet. Ga eerst dit maar doen. Ik heb nog een paar video's op stok staan en dan zou het pas over een week uitkomen weer. En dan zit er 2 weken tussen en dan, ja, nee. Dus vandaar ook het weekend, weet je, fuck it. Gewoon lekker doen. We leven maar 1 keer en dan zie ik gewoon 4 video's. 3 video's in het weekend wil hebben op 1 dag. Dan doe ik dat. 6 video's in totaal in het weekend. Heerlijk is dat toch? Mocht je de podcast trouwens nog niet hebben gezien, het is zeker aanbevolen. Want ja, het is gewoon een geweldige podcast. Met geweldige sport. En jullie zijn ook hartstikke geweldig. Oké, even kijken. Wat hebben we hier allemaal? Bricks en alles. En Bush en Survivor. Nou, hier hebben we onze Survivors dus al. Hier moeten we sowieso Granite. Ja, we moeten een hele deposit en alles doen. Ja, dat is helemaal prima, joh. Hoe groot is dit? Niet heel groot. Long have we been isolated among the rocks and impenetrable jungles. But how we are saved. Now we are saved, sorry. Oh ja, trouwens. De Discord. Iedereen kan nu de Discord joinen zonder die domme kutregistratie te doen. Dus join hem zeker als je wil. Het enige is dat je voorwaarden moet accepteren. Maar dat is voor jouw veiligheid, dat is voor mijn veiligheid, dat is voor iedereen's veiligheid. Dus ja, goed. Even kijken, granite mine, kunnen we die maken? Een sawmill kunnen we wel maken. Ja, doe dat maar, I guess. Ja, prima. Hier. Wat ga je doen? Oh ja, oké, prima. Even wat potten kapot rammen. Misschien krijgen we nog een gemstone uit of iets. God, Sam, mijn hele rug zweet. Ik moet eigenlijk eventjes een handdoek of iets tegen mijn rugleuning aan doen. Want anders blijft het. Nou, goed. Zo. Even kijken wat we vandaag doen in deze game. Want geld. Hoeveel geld hebben we nou ook weer nodig? Oh. Oh, we lopen al wel volop. Commander Pablo Rodriguez. Jij weet zelf. Met hem kunnen. Ja, ik wou net zeggen, kunnen we met hem praten? Ja. The sun warmed me. The wind rocked me. And the trees sheltered me. But now everything has changed. The sun does not warm me. The winds topple the trees. And we are searching for new homes.
Can you help clear the way to the homes of my ancestors? Zeker. Kon je dat zelf niet? Godverdomme. Incapabel. Tik, tik, tik. Rikken, tik, tik. Ballen, tik. You need more workers. Take care of their houses in advance. I know, game. We hebben altijd meer werkers nodig. Dit is, dit kan ik haast niet zeggen op YouTube, maar het is, nee. Geschiedenis. Daar houdt het op. Trouwens, ik upload ook weer op mijn tweede kanaal. Dus check zeker mijn tweede kanaal uit. Best leuk content. Best satisfying content, moet ik zeggen. Nou, that's better. I can go wherever I please and feel good. Je kunt alle linkjes vinden in mijn linktree in de beschrijving. Linktree is gewoon handig iets om al je links te zetten voor iedereen en alles. Shaman's son, my father dearly misses his old home. That is where he heard the voice of the great spirit and was granted wisdom and strength. If we can restore the abandoned hut, I will repay you. Nou, doe maar. Zijn we... oh! We kunnen hier nog niet naartoe, want deze gekkie staat in de weg. Oké. Helemaal prima, game. Ik wil graag wel eventjes die granite mine hebben, dankjewel. En wil ik ook een stoomcutter hebben, alsjeblieft. Dankjewel, even hier. En dan wil ik nog een... kan. Is het nodig? Tuurlijk is het nodig. Nou ja, fuck it. Doe maar niet. Voordat het problemen veroorzaakt. This is a wonderful gift for my father. He will be very pleased. You may proceed to the altar of the... All these riches are now yours. Nou, hartstikke mooi. Tik, tik, tik. We hebben 13 messages. Oh. Kom uit, rotte. Yes, zo is het ook, hè. We hebben 200 goud nodig. Koleren. Er zijn nogal een paar potjes. Dat is 100 potjes. Goh. Hier hebben we ook nog een chest. Die menig meid op mijn school niet heeft. Oh wacht. Ik zit niet meer op die school. Ha. Ik ben werkloos. Nu wil ik een uitkering. Even kijken. Wat is dit? Congratulations. You have found a secret. Fifth journal page. Day 5. These lands are more dangerous than we thought. At night the sin... Trees shouts that inspire fear in the settlers. It is frightening to imagine what type of animal is capable of making such noises. 10 goud van hem. Hartstikke mooi. Hebben we hier nog wat shit? Voor de rest hebben we hier niks te doen, toch? Weet je wat ik dan zeg? Pleur het lekker vol met van alles en nog wat. Vooral gardens, denk ik. Gardens is slim, I guess. Woodcutter, ja, nee, die heb je niet heel veel nut hier. Salmeel kan nog wel. Salmeel is altijd handig. Workers place is ook altijd handig als ik hem ergens kan neerzetten, alsjeblieft. Nee, oké, dan niet. Dan niet toch, godverdomme. Upgrade hem ook nog maar even. Kunnen we deze ook onderhand upgraden of dat niet? Nee, dat niet. Oké, nou, dan gaan we weer er vandoor. Hier, pak nog even de laatste bushes. Hopsakee. Dan creëert dit gewoon 8 eten voor ons. Gewoon standaard. Dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke mooi. Oh shit, wacht. Oh, stop. Upgrade de headquarters maar. Dat is een slimmere investering. Liever meer man dan meer eten, toch? Nou ja. Tot een bepaald level. Laten we daarop houden. Hopsakee. Remember that building's efficiency diminishes over time. I know. We hebben 9 planken nodig. Dan hebben we eigenlijk eventjes een sawmill nodig. Daar hebben we ook 9 voor nodig. Dus de volgende we gaan bouwen is een sawmill. Lijkt mij het verstandigst. Anders is het een beetje, hé. Jongen, wat hé. Ik heb mijn raam open. Het is onderhand alweer wat later in de dag. 8 uur. Dus het zou een beetje moeten afkoelen. Maar, nee hoor. Wat denk je? Niks koelt af hier in dat kut Nederlands, jongen. Wordt alleen maar warmer, lijkt wel. Doe maar een sawmill. Heb ik toch wat meer profijt aan. Plaats maar lekker hier, joh. Ja. Kijk. Als jij nog eventjes sneller loopt, kan ik even...
Hè? Geld. Zilver. Ook handig. Eten. Ook handig. Een farm. We hebben wel een bakery voor nodig, maar... I mean, we hebben de hele tijd wel problemen met eten, altijd. Dus aan de ene kant... Ja, fuck it. Gewoon doen, joh. Oh, doen, joh. 4 hout nog nodig? Nou, daar kun jij wel voor zorgen, toch? Ja, kijk, gain 5 planken. Nou, als jij... Oh, dat... Nee, jij hebt dat niet opgehaald. Oké, nou, is ook weer een teleurstelling, maar goed. Nou, hopskee. Ja, geef maar. En nu kunnen we een bakkerij bouwen. Nee, niet een woodcutter. Ja, dat kunnen we ook maken, maar niet wat we nodig hebben momenteel. Ik wil graag deze en die plaats ik dan gewoon mooi voor het kamp. En dan kunnen we hier weer een houthakkerhutje neerzetten. Mochten we meer hout willen. Oeh, we lopen wel voor. Dat is mooi. Dat is mooi. Even al dat eten en dat coins oppakken. Lijkt me verstandig. Haatzagra. Ja, hier is iets verstandigs, toch? Hopskee. Nou, dan ga ik nog even wachten zodat ik een extra sawmill kan kopen. Nou ja, bouwen eerder, want kopen... Aan wie moeten we dat ding kopen? Aan die Rodriguez? Nou, alsjeblieft niet. Ik ga die vuile smeerlap geen geld geven. Oprotten, hoor. Nee, daar ben ik niet van gediend. Oprotten. Extra sawmill erbij. Hopskee. Direct erachter. Heerlijk. Perre, 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 perre. Vergeet je water niet te drinken met dit tering hete weer. Het is zo heet weer. Dus ik ga maar water drinken. Ja, ik kan verder zingen, maar dat heeft geen zin. Nou, alles werkt goed, zie ik. Hopskee, daar houden we... Dat vinden we mooi om te zien. Mensen die werken. In plaats... zeg ik trouwens ook maar niet. We houden van mensen die werken. Zo zeg ik al genoeg. Needed 24. God de Christus, man. Kan ik nog een houtzagerij van openen, godverdomme. Of weet ik veel hoe de ding heet. Jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Oh, we hebben ook weer pink flower nodig. Ja. Nou, dan gaan we die nou direct even pakken. Lijkt mij wel zo verstandig. We hebben trouwens 1 speedsteen. Heb ik nog niet gementioned. Dus daarom doe ik het nu. Nou, leg het even plat. En dan, ja. Het kan. Weet je. Aangezien ik kan. Doe ik het gewoon. Oké, wacht. Ik wil wel even... Ik wil optimale space gebruiken. Dus, ik haal even die bosjes weg, zodat het even wat beter gaat, weet je. Weet je. Nou, dat heeft geen tering geholpen. Lekker weer. Warehouse, nou, daar hoeven we niet aan in te zitten. Garden kan handig zijn. Moeten we even wachten totdat die boom weg is. Worker. Extra mensen hebben we altijd nodig. Nou, bouwen jongens. Hopskee. Upgraden. Hopskee. Direct door. Bam. We hebben 94 eten. Dat is hartstikke goed. We hebben 14 werkers. Nou, die kunnen mooi rondlopen. We hebben nog 9 hout nodig. Ja, ik kan weer verder. En dan kun je alvast de pink flower oppakken, hoop ik. Want anders moeten we misschien teruglopen en daar heb ik geen zin in. Ja, leeg dan. Oké, silver mine. Kunnen we maken? Ja hoor. En dan straks is het objective. Repareer de mint. Mint level 2, lijp. Silver mine level 2 trouwens, ook lijp.
Watchtower, level 1. Gaat ons wel wat minder personeel kosten als we kunnen upgraden. Wat echt wel chill is. Hier, Watchtower, hopsakee. Maar als deze gekkie nou even deze bomen weghaalt, hebben we hier weer een bouwplek. Ja hoor, ik zei het toch. Upskee heeft 4 hout nog nodig. Dat komt wel goed hoor, met onze houtzagerij hier. Kijk, ik weet, ze doen niet heel veel momenteel. We hebben net te weinig, maar weet je. Liever te weinig hout dan te veel en dat deze gewoon te sloom werken, weet je. Ik heb liever dat de machines, om het even zo te zeggen, resources missen, dan niet snel genoeg werken om alle resources te verwerken. Dat is misschien een opinion, maar dat is mijn opinion. En daarom vind ik hem tellen. Woodcutter level 2. Gaat hij waarschijnlijk sneller, denk ik, zoiets. Voor jou hebben we sowieso die bloem nodig, ouwe. Ja. Hopsakee, jongens. Kom maar hoor, kom maar door. Warehouse, ja. Yeah. Weet niet. Ja, het zou handig zijn als we hier een warehouse hebben. Hier gewoon of zo. Hier een werkershut. Nou ja. Nou, we kunnen ze upgraden. Hopsakee, direct doen. Oprotten. Geen efficiëntie verminderen. We hebben trouwens wel meer eten nodig, zie ik nu, want ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar doei doei eten, dat kunnen we stellen. Double chopping speed, oh dat is chill. Oh dat is heel chill. Hier, extra werkershutje, lekker dichtbij. Sawmill? Kunnen we uiteindelijk plaatsen, nu nog niet. I fear I become too old and I have lost my link to our ancestors. Spirits, repair this totem pole so the knowledge of the past is restored to me. Oké. Dat is helemaal prima meneer, dat zullen we voor u doen. Zullen we voor u regelen. Ja, kom op. Ja, goed zo. Hak even die bomen om, klaar. Zo. Gaat lekker. Heh. Kennen we nog eentje tussen douwen? Net niet. Ja, verdomme. Eens even kijken, hè? Ik heb niet al gereageerd op me. Want, oh, wel geluisterd, maar niet gereageerd. Lekker. Nou, ja, waar ik niet uit. Nou ja, dat was gewoon eventjes iets en het kwam eventjes in mijn gedachten. Take this magic sign of my things. Yes, an ordinary stone. Yay. Hupsakee. Nou, nu moeten we met de Chief's Daughter praten. Oei, oei, oei. Oelala. Upgraden die tent. Hebben we al veel te lang uitgesteld, godverdomme. Harder werken, jongens. The wizard sent me to the swamp for flowers, but I can't find them anywhere. Could you help me? Broer, kijk naar rechts. Dan zie je genoeg bloemen. Kou leren, jongen. Oh, we hebben te weinig geld. Oké. Dat is ook nieuw. Nou, dat was moeilijk zeg. Oeh, Rodriguez die zit wel op onze hielen. Nou, hij gaat ons natuurlijk nooit inhalen, die gozer. Wij zijn natuurlijk de beste. I offer you my respect and my thanks for your help. Good luck. Speed. Ja. Even kijken, Watchtower, hopsakee, pleur de manier. En dan wil ik ook direct, Amin, is het efficiënt? Nee, te weinig. Nou, wat ik wel hier wil.
Dan moet jij eventjes wat bosjes hakken. Dan wil ik even een warehouse, want anders moet ze straks vanaf hier helemaal naar hier lopen. Is niet efficiënt. Sterker nog, is heel inefficiënt en daar hou ik niet van. We moeten efficiëntie hebben, geen inefficiëntie. Ja, kopskij. En dan ook nog eens eventjes een workers place. Ja hoor. Hoe kunnen we er twee achter elkaar plekken? Als het kan, zou het chill zijn. Als het niet kan, maakt het niet heel veel. Heerlijk. Kost het natuurlijk wel weer meer eten. Maar weet je, je moet wat betalen voor productie en alles. Kijk, we hebben veel te weinig mensen, jongen. Hier, we moeten ook nog eventjes een brug maken. Hopsakee, alsjeblieft. Oratory level 1 hebben we extra nodig. En 3 vlees hebben we nodig. Oei, dat is niet lekker. Repareer die maar, repareer dat. En dit kunnen we denk ik vastleggen. Ja, hierdoor lopen ze slow. En die brug gaan ze dus sneller overheen. Dat is goed om te weten. Nou. Nee. Ik wou zeggen, als we dat nou eens omkappen, maar... Ja, er staat het ding überhaupt in de weg. Die kunnen we ook niet meer weghalen. Dus, kan helaas niet. Wat we wel kunnen is dat ding upgraden. En dat gaan we ook zeker even doen. Want, god kraken, dat gaat niet snel. The way is blocked. Oh, hier moeten we. Oké. Okay. Watchtower. Eten. Daar is geld. Met een vraagteken boven. Ik zie duidelijk dat er geld is. Maar ja, goed. Maar goed, dames en heren, we zijn aan de overkant gekomen. We hebben al wat aan de overkant gebouwd. Ik wil jullie hierbij bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Alantado Trilogy Book 1. Mocht je namelijk ook dus zeer zeker een blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren mocht je dat nog niet gedaan hebben. Volg me op TikTok, volg me op Twitter. En oh ja, leuk feitje. De echte Tim Coronel heeft mijn Twitter tweet geliked. Ja, echt. Het is echt niet normaal. Ik heb het zelfs op mijn Twitter gegooid. Ik heb hem op mijn fucking TikTok gegooid. Ik vond het gewoon speciaal, oké. Okay? In ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken. Hier zie je een video die YouTube speciaal aan jou recommendeert. Daaronder zie je TG playlist. En dan kan ik hem maar één zeggen. En dat is tot de volgende keer. Doei, doei. Nou ja, tot morgen. Doei.